Het Nieuwe Testament begint met vier evangeliën. Elk presenteert Jezus vanuit een bepaald perspectief. Aan het begin van elk boek kun je het verschil zien als de auteurs het hebben over de oorsprong van Jezus. Matthäus begint met het beschrijven van Christus vanuit Abraham. Marcus en Lucas begonnen te spreken over Johannes de Doper, die de weg bereidde voor de bediening van Christus. Johannes gaat echter verder. Hij spreekt over het leven van Christus voor zijn incarnatie. Hij kijkt naar de eeuwigheid en presenteert de goddelijke Zoon van God die van oudsher reeds bestond. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Het meest ongelofelijke dat in dit evangelie wordt gepresenteerd is niet de grootheid van Christus in relatie tot ons bestaan, maar zijn gewilligheid om zijn heerlijkheid op te geven om onder ons te wonen. In vers 14 zegt Johannes het volgende: Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Het werkwoord inwonen in het Grieks betekent tabernakel. Het is een verwijzing naar de oude tabernakel die God de mensen vroeg om in het Oude Testament te bouwen, omdat de Schepper tussen hen zou wonen. Dat was altijd Gods verlangen. Al in Eden daalde hij elke dag af om bij de mens te leven. En nadat de zonde ongedaan is gemaakt, zal hij opnieuw zijn huis bouwen bij het onze. De aarde zal de zetel van de Schepper van het universum zijn.